De veiligheid in Para zal met verhoogd tempo worden opgevoerd. Dit zei justitieminister Stuart Getrouw afgelopen woensdag op een bijeenkomst met het traditioneel gezag in Para-Oost. De bewoners weigeren te accepteren dat hun leefomgeving geteisterd wordt door criminelen. Volgens de DC trekt de aanwezigheid van goud, grind en hout in het gebied de aandacht van vele personen, waaronder ook de rovers. Het is een wettelijke taak van de overheid om voor de veiligheid te zorgen. En we gaan met ze afrekenen, zegt de burgervader. Als we praten over behoorlijk bestuur, dan moet er hard worden opgetreden tegen alle vormen van criminaliteit. De verkoop van drugs op de scholen moet verbannen worden uit deze samenleving, voegt hij eraan toe. Kapitein Lloyd Reed, voorzitter van de organisatie van samenwerkende inheemse dorpen Para en Wanica, OSIP, is niet te spreken over de onveilige situatie in de dorpen. Volgens de voorzitter is de roep van de bevolking voor een politiepost meer dan een noodzaak. De DNA-leden Patrick Kensenhuis en Jennifer Vreedzaam, die ook op de bijeenkomst aanwezig waren, zijn het ermee eens dat de veiligheid extra aandacht van de overheid behoeft. Minister Getrouw verzekerde het traditioneel gezag dat er een politiepost in het gebied komt. Hij heeft daarom ook korpschef Roberto Prade meegenomen, zodat zaken in een versneld tempo kunnen worden aangepakt.